Roland Olsen, je schreef 3 romans. God vergeten middenstand, Gedoodverfde engelen en Het geheugen van Herman Blauw. En daarna schreef je ook nog enkele gedichtenbundels en een essaybundel, Het oliebollencabaret, geschreven in 2014. Daar kom ik later nog even op terug, maar ik wil eerst even over je romans hebben. Zijn het autobiografische romans? Nee. Ja, nee. Het is heel moeilijk om te zeggen, het is een autobiografie. Ik weet niet wat een autobiografische roman is. Romans zijn per definitie fictie natuurlijk. En mensen die romans schrijven, die schrijven toch heel vaak een persoonlijk verhaal. En dat maakt dat romans tot op zekere hoogte altijd wel iets autobiografisch zullen hebben. En wat is dat in jouw werk dan? Het verschilt per boek. Hè. Als je dus de Godvergeten middenstand neemt, dat is een boek waarmee ik ook heel bewust speel met dat idee van de autobiografische roman. Het heeft heel erg te maken met een aantal romans van een schrijver die ik bewonder, Simon Vestdijk. Die heeft de Anton Wachter-cyclus geschreven. En als je die boeken leest, dan kom je ook in de verleiding om te gaan denken dat Anton Wachter Simon Vestdijk is. En dat is niet zo. Nee. Dus je komt natuurlijk in de verleiding om te gaan denken dat Roland Vuursteen, dat Ronald Olsen is. Dat is niet zo. En ik denk dat je aan het einde van die roman dat op een bepaald moment ook zeker weet. Omdat daar dan een visioen ontstaat waarin de hoofdpersoon een aantal mensen uit de weg ruimt. Ja, zwaar geweld gebruikt. En je kan je zeggen dat ik tot op de dag van vandaag gelukkig nog geen medemensen heb hoeven te vermoorden. Dus,